Peter van Rompuy is komen mee aan tafel zitten in onze studio. Welkom, meneer Van Rompuy. Goedemiddag. Ja, we moeten vandaag even naar riooljournalistiek doen, om het zo te zeggen. Maar het is toch wel een belangrijk onderwerp, hè, want uit wat we net hoorden in de commissie blijkt dat volgens de Vlaamse Milieumaatschappij er 2,7 miljard extra nodig is om onze rioleringen op peil te houden de komende jaren. De vraag is natuurlijk, wie zal dat betalen? Hè? Ja, dus dat is een enorm bedrag. Dat is ook de reden waarom ik ben gaan kijken hoe kunnen we met de middelen die we al hebben toch al een stuk meer doen. En dan ben ik op een studie gestoten van KPMG. Die stellen dat als je het rioolbeheer, dat vandaag enorm versnipperd is, over enerzijds de gemeentes, een aantal drinkwatermaatschappijen en de Vlaamse overheid met Aquafin, als je die coördinatie beter doet, dat je 60 miljoen euro per jaar kan besparen. Dat is op 10 jaar tijd een half miljard euro. Daarmee is niet heel het bedrag bereikt. Maar ik denk dat de oefening om te kijken hoe we met het belastinggeld van de burgers op een efficiëntere manier kunnen omgaan en dus meer kunnen bereiken op het vlak van waterzuivering en op het vlak van vernieuwing van de rioleringen. Iedereen kent de verhalen over de zinkgaten. Hè. Er zijn er in Brussel, maar er zijn er ook in Vlaanderen geweest. Hè. Hoe dat we daar iets aan kunnen doen op een manier die de burger niet noodzakelijk op kosten hoeft te jagen. Ik denk dat dat een belangrijke oefening is en dat is hetgeen dat ik naar voren heb willen brengen. Ja, nu 600 miljoen op 2,7 miljard is al een slok op een borrel, om het zo te zeggen. De vraag is natuurlijk ook, waar komt dat bedrag 2,7 miljard vandaan? Want eigenlijk hebben we geen zicht op die rioleringen. We weten eigenlijk niet goed hoe oud die zijn en wanneer ze moeten vervangen worden. Ja, dus dat is het. In die 60 miljoen euro is er een belangrijk deel, 50 miljoen euro, hoe kunnen we beter coördineren, maar ook 5 à 6 miljoen euro de technologie die Aquafin bezit om via camera's in rioleringen te kijken wat is de exacte staat van die rioleringen. Want het is niet omdat een riolering oud is dat ze noodzakelijk ook aan vernieuwing toe is. Er zijn andere technieken die men kan gebruiken afhankelijk van wat dat de juiste staat is van die riolering. En ook dat kan opnieuw leiden tot een besparing. Dus op die manier kunnen we beter zicht krijgen wat is nu exact de staat van ons rioleringswerk. En dan kunnen we ook ons een idee vormen. Is die 2,7 miljard het juiste bedrag? Hoeveel moeten we nog bijsteken? En hoe kunnen we die middelen opnieuw op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten? Ja, nu minister Schouwvliegen zegt dat zij niet van plan is van die waterfactuur te verhogen om dat bedrag versneld te kunnen investeren. Nee, dus zij heeft al het principe ingevoerd, de vervuiler betaalt. Wij wensen niet dat de waterfactuur verder zou stijgen. Daarom dat ik ook gekomen ben met hoe kunnen we verder inzetten op de efficiënte besteding van de middelen. Dat is ook hetgeen zij gezegd heeft. In de combinatie van maatregelen die ze wenst te nemen, is een efficiënt beheer het belangrijkste. En ze vindt deze studie een interessante studie, waarop we verdere stappen moeten zetten de komende jaren. En zoals u terecht gezegd heeft, als het 2,7 miljard zou zijn, dan is de inspanning die ik voorstel via die studie is nog maar een half miljard van de 2,7. Dus, maar laat ons beginnen met daarvan in ieder geval al werk te maken. Ja, je hebt het gezegd, de Aquafin controleert ongeveer 40% van de markt van rioleringen, om het zo te zeggen, of van de capaciteit van rioleringen. Waarom zouden gemeenten eigenlijk zelf wel in de rioleringen exploiteren en die wel in afgeven? Op dit ogenblik zijn er 100 gemeentes, ongeveer een derde van Vlaanderen, wordt de rioleringen beheerd door de gemeentes zelf. Wat is het probleem? Dat is dat veel van die infrastructuurwerken die om water te zuiveren, de gemeentes overstijgen. Zij schrijven dan in op grotere programma's, maar na verloop van tijd blijkt dat men maar een deel van die capaciteit nodig heeft of dat men in het gemeentelijke budget niet kan volgen of dat de vergunningen toch niet tijdig kunnen klaargemaakt worden, waardoor dat de infrastructuur opgeleverd wordt, maar zij niet op het volle rendement kan gebruikt worden. En op die manier gaan er natuurlijk bijzonder veel middelen verloren. En oké, het gaat over rioleringen, daarmee win je niet gemakkelijk stemmen, maar het gaat over zeer grote bedragen die door de belastingbetaler mee moeten gefinancierd worden. Dus het is belangrijk dat we dat goed op elkaar afstemmen, zodanig dat bijvoorbeeld de waterzuiveringsbekkens die we gebruiken, dat die allemaal aan maximaal rendement kunnen draaien, zodanig dat we
op een efficiënte manier bezig zijn op het vlak van waterzuivering en op het vlak van rioolbeheer. Ja, maar u zegt het zelf, het is geen dankbaar politiek onderwerp. Rioleringen zitten onder de grond, mensen zien het niet en ja, ondervinden er eigenlijk ook geen nadeel van. Nee, tot er een zinkgat is. Ja. En dan spreekt iedereen er schande over. Dus we moeten ervoor zorgen dat we dat netjes op orde houden. Eigenlijk is het vergelijkbaar met het beheer van de wegen. Als je een optimaal bedrag investeert in het onderhoud van de wegen, dan heb je eigenlijk voor de minimale investering die je doet een maximaal rendement. Dus zo weinig mogelijk putten in de wegen en dergelijke meer. Voor rioleringen geldt hetzelfde. Als je een voldoende correct bedrag investeert in de regelmatig onderhoud van de rioleringen, dan krijg je een optimale output. Dus het is een beetje vergelijkbaar met de weginfrastructuur, de rioleringsinfrastructuur. Als je het goed aanpakt, goed opvolgt, goed coördineert, dan zorg je ervoor dat de burger eigenlijk zo min mogelijk last ondervindt. Want ook wat de wegen betreft, niemand zal klagen over de wegen tot wanneer er putten vastgesteld worden en dan moeten er schuldigen gezocht worden. Met de riolering is het een beetje hetzelfde. De ene keer dat er zich problemen voordoen, dan wordt het een issue. En ik denk dat het een issue is. Hè. Kijk maar naar de grote zinkgaten die we het afgelopen jaar gezien hebben. Alle partijen komen ook met een belangrijk investeringsprogramma. Binnenkort over 6 maanden zijn er verkiezingen. Wij zullen ook met een investeringsprogramma komen. En rioleringen zal deel zijn van al die investeringsplannen, omdat de burger vindt dat het hoog tijd is dat dat op een ordentelijke manier aangepakt wordt. Goed, dat is duidelijk. Bedankt voor uw uitleg, Peter van Rompuy. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.